Volgens mij heeft hij iets gevonden. Hey! Wij zijn hier op deze vroege morgen in Utrecht met de Coolbox jongens. Want wij gaan namelijk tegen jullie battelen vandaag. Spannend! Hoe hebben jullie je voorbereid? Ik en ik zijn al jaren op elkaar ingespeeld, dus zit daar maar niet over in. Ik ben 7 keer uit eten geweest in 9 dagen, dus wat dat betreft komt het goed, denk ik. Wat verwachten jullie van vandaag? We weten alleen dus dat we een envelop krijgen. Dat is eigenlijk alles. Chris, Chicks, Puk en Anne en Coolbox, Tim en Niek. Lekker vroeg uit jullie bed, want jullie zullen alle tijd nodig hebben. Jullie staan hier bij het middelpunt van Utrecht. En niet zomaar, want wie het vandaag slim speelt, kan zomaar winnen. Jullie gaan het vandaag namelijk tegen elkaar opnemen in de Golden Envelope Challenge. In de Golden Envelope Challenge is het de bedoeling dat jullie allebei iemand een zo tof mogelijke verrassing gaan bezorgen. En om het nog leuker te maken, krijgen jullie daarbij allebei hulp van een YouTuber. Die moeten jullie eerst wel vinden. Pas dan horen jullie waar de gouden enveloppen liggen. En het team dat het snelst is, heeft meer tijd om een keuze te maken. Bekijk de foto en ga op zoek. We krijgen dus jullie zo meteen een foto. Die persoon is hier ergens in Utrecht. En die gaat ons verder helpen met de volgende opdracht. Wie is dit? Kijk, het is super wazig. Nee, okay, maar we gaan wel even aftellen en dan rennen, hè? Go. Nee, wacht. Kom. Nee, ik heb helemaal geen zin. Nee, gast, waar is dit? Ik zie hier een witte bus. Laten we een witte bus gaan. Nee, die staat waarschijnlijk niet meer. Okay, de jongens zijn nog een beetje aan het afleggen. Laten wij dat ook doen, want wij hebben tenminste een speltactiek. Kijk, dit is een winkel. Wat staat hier? Echo. Een Echo. We moeten naar Olijf, want we hebben in ieder geval dit al gezien. Olijf. Ja, weet je wat? Ik pak mijn telefoon en dan zoek ik even. We zoeken het gewoon op. Is dat vals spelen? Nee, we doen het gewoon. Waar is dit? Laten we gewoon mensen vragen hier. Oh ja, naar al deze mensen gaan we dat hier vragen. Oh, het is een lingeriewinkel. Olijf, lingerie. Oké, wij denken dat het YouTube is. Verwachten we. Weet ik niet waarom eigenlijk, maar. Omdat hij een Okay. Het is op de oude gracht, oh die is daar. Ja, deze winkel? Er moet er maar één van zijn in Utrecht. Ja. Oké, laten we dat hier gaan vragen. Ja. We gaan in ieder geval onder de donk. Sorry, do you know where this is? Heel kort, ik moet even weten waar dit is. Dit, volgens mij zitten we verkeerd hier. Die kant, of? Hè? Centrum. Nee, we gaan verkeerd, man. Er staat een of andere winkel op. Naar rechts, hè? Laat zien. Ik ben ook al zo in de heet van het spel dat ik dan helemaal afgeleid ben. Lijkt een beetje op een winkelstraat, maar het ziet er ook vol uit deze blik. Kom aan! Het is een hoekwinkel, denk ik. Dus ik denk dat het aan het eind van de straat is. Is het niet gewoon hier in die boom? Ja, echt? aan de kant. Gaan we doen. Dankjewel. Thanks. Ik denk dat ik weet wie dit is. Is het niet Tefaan? Hier is het. Moet ik er? Olijf! Wij hebben hem gevonden. Dag hoor. Ja, zie je wel. Hallo! Het is YouTube! Ik ben Anne. Defano. Hi! Wat is goed? Onze hulp is gevonden. Dat betekent dat we nu een tweede opdracht krijgen eigenlijk en dus verder in het spel gaan. Watervrees. Op de oude gracht van de 75 gaan geld jullie gelukkig maken. Kom hier aan zonder jullie smartphone te gebruiken. Oh, maar ik weet al waar de oude gracht is. Oké, nou, let's go. Ja. Dit is de oude gracht. Ja. Die is hier. Ja, we moeten die kant op. Kom jij hier vandaan of niet? Waar kom je? Ik kom uit Den Haag, man. Maar ik ben wel goed in navigeren en dat soort dingen. Wat zou jouw plan nu als je goed bent in navigeren? Gewoon deze, hè? Eigenlijk wel gewoon. Nee, even vragen aan iemand toch? Meneer, oude gracht, weet u waar dat is? Sta ik op, oké, dankjewel. Dit gaat goed. Nou, wedden dat we gaan waterfietsen. Ja, denk je waterfietsen? Ja, 100%. We moesten en extra paar kleren meenemen. En er staat op het briefje watervrees, vraagteken. Oh, ja. Oh. Dus je... Oh nee! Kom! Oké, we moeten weer eens uitstaan! Hey, moet jij schieten? Jongens, we zien hier een paar kano. Kan jij een beetje kano? Ik heb het wel eens op kamp gedaan, ja. Niet met min 5, denk ik. Nee. Kijk nou even hoe koud het is. En dan willen zij dat wij gaan kanoën. Het is echt min 3 of zo, man. Oh, got it. Ik heb een brief gevonden. Tim, Nick en Jozef. De tiener die jullie mogen verrassen heet Mandy. Ze is 18 jaar en woont in Spaarnwoude. Ze doet de opleiding Media Broadcast in Hilversum. Ze is een echte daredevil, want haar grootste wens is bungee jumpen. Haar moeder heeft haar beloofd parachute te springen wanneer ze 18 jaar is. Verder volgt ze heel veel YouTubers. Haar grootste idool is Thomas Cox. Dank Anne en Defano. Jullie mogen vandaag Sophie gaan verrassen. Ze is 18 jaar oud, houdt van theater en heeft ook een vooropleiding acteren gedaan. Oh, leuk. Haar favoriete kleuren zijn zwart, rood en wit. Luistert graag naar de track van Ronnie Flex, Lil Kleine en Busy. Om jullie op weg te helpen, mogen jullie één van de 4 gouden enveloppen openen die jullie alleen kunnen bereiken per kano. Denk goed na, want de waardes verschillen tussen 5 en de 250 euro. Het bedrag moeten jullie in zijn geheel gebruiken voor de verrassing. Mannen, even, gaan we links of rechts? Wat gaan we doen? Ja, wat heb jij hier? Een kaart? We staan hier op de oude gracht. Ja. Moet toch links? Ja, dan moeten we daar toch naar links? Ja, tof, vol. Let's go. We gaan zo achteruit erin. Is dit het idee? Ja, maar kan dat dan? Hé, hey, wacht even. Yes, jongens, mannen, zitten we? Wij zitten. Iedereen klaar? Ja. Let's go! Oh, wacht.
We gaan toch niet zo achteruit? Dat kan toch niet? No! Heel goed, kijk heel goed, kijk heel goed! Wow! Oh! Oh! Ja. We gaan, je moet aan de kant. We gaan aan de kant. Wat doe je nou? Kom, hier zijn. Rechts. Links. Rechts. Gouden envelop. Een rekensom. Maar dat zegt natuurlijk hoeveel geld erin zit. 150 denk ik. 150, hè? Gaan we door? We mogen eentje uitkiezen. Nee, dan gaan we door. Ja? Ja. Oké, dan moeten we nu snel opschieten. Opletten! Deze moet, ik voel het. Dat is hem niet. Jawel, de eerste. Dat is een misleidingstactiek, denk ik. Ik weet niet, man. 255 min 5 plus 50 keer 0. Oh, dat is gewoon 0. Oké, we gaan weer door. Ta 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 ta. La 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 la. Niks klaar. La 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 la. Tim, hou je ogen open daar, hè? Ja, ik ben goed aan het kijken. Rechts! Super snel, oké? Okay? Links! Snel, snel, snel! Oh, daar links aan het trainen! Daar links, 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 links! Wat? Nick, wat staat erop? Oh ja, dus er zit 100. 5 euro in. Dus er zit 5 euro in. Ja! Snel! Oké, okay, door! 105 min 2 keer 50. Nee, dat klopt niet. Ik stuur even een beetje naar links. Zie je dat handwerk? Kijk! Ja, maar ik volg 105 min 2 keer 50. 105 min 2. Nee, jongens, waarschijnlijk is dit gewoon 50 euro wat daarin zit. Hé, hey gasten, zijn we niet veel te ver? Ja, maar ik zie ook helemaal niks meer. Hier zijn we te snel gegaan, jongens. Hebben we het nog naar ons zin, jongens? Yeah! Het ziet er niet uit alsof hier nog een envelop hangt. Nee, hè? Wij zijn die turbodiesel. Oké, full power. En nog een beetje links. 40. Oh, dit is top. Deze gaan we nemen. Oké, mag ik hem aanraken? Nee! Nee! Als we hem aanraken, dan moeten we hem nemen. En wij denken dat het 50 is. Gaan we daarmee akkoord? Ja. Ik zie ze daar een envelopje pakken, maar volgens mij is dat die van 5 euro of in ieder geval niet veel. Laten we gewoon een gok nemen en gewoon de eerste doen. Ik denk, laten we die eerste checken. Ja, eerst met je voeten. Laten wij doen alsof wij in ieder geval die 250 hebben. Ja, en een broer. Want dan gaan ze ook denken van, oké, je weet toch, snel weggaan. Ja. En dan kijken wij nog eventjes of we daar een envelop kunnen vinden. Wij knallen gewoon door. Juist. Oké. Let's go, man. Met veel bombarie, hè. Go, go! Oké, Coolbox komt. Nee, dit gaat niet goed. Kom. Hier moet je voorlangs. Het is 250! 3, 2, 1, go! Youssef, volgens mij is hij iets gevonden. Oh, we zijn... Ja, jongen! Ja, ja! Ik hoorde heel hard. Ja! Dit voelt niet goed. Hey, maar misschien doen zij ook alsof, hè? Wij hebben geen geld nodig. We hebben creativiteit. Yes. High five. Ja. Okay. Mannen, ja, wat gaan we doen? Zij hebben al geld, wij hebben geen geld. We moeten nu beslissen. Aan de linkerhand, 69 plus 31, min de woorden van 5 is 95 plus 45. Dat klopt niet wat ik zeg. Maar is 150 euro. Of 2 keer 50 is 100, 105 min 100 is 5 euro. Wat kiest hij? Waarom twijfel jij hier überhaupt over? Deze? Doei. Het voelt alsof er heel weinig geld in zit. 50 euro? Hey jongens, maakt niet uit. 50 euro kunnen we mooie dingen mee. 10 Prischicks. Mag ik even overleggen hoeveel geld hebben jullie te besteden? 0. Keer 0, maar alles keer 0 is... Alles keer 0 is... 0. Nee. Wij hebben 0 euro. Nee, stop. Je moet eerst vermenigvuldigen. Plus 0 is 250. Ja! Hoeveel hebben jullie? 50 euro! Ja, dat is ook wel waard. Maar dames en heren, ik wens jullie alle succes van de wereld. Ik ook. Succes. Fair play, succes, doen we, hè? Maak wat moois van. Zonder jou was het echt niet gelukt, Defano. Maar we hebben het gewoon gedaan. Yeah! Yo! Defano redt een Frischicks euro! Mannen. Plannen campagne. Mandy, we moeten haar verrassen vandaag. Ze is een echte derde. Hey, maar jongens, kunnen we iets met Thomas Cox? Ik kan wel via achter zijn nummer komen. Ja. Dus dat zit wel goed. Nou, laten we daarmee beginnen dan. Nou jongens, Defano, jij hebt even een goede vriend van je opgetrommeld. Yes, ik heb een grappie, Young Bay Kansi hier, artiest, maar ook een creatief mastermind. Dus ik denk, hey, het moet lukken. Oké, okay, dus ja. Sophie, ze houdt van theater. Theater. Ja. En ze vindt dus... Busy. Busy. Ja, en ik zit later toevallig met... Busy, dit is echt toevallig. Vanavond? Ja.
Dit is echt een fout. Niet denken het helemaal. Maar ja, ik zit met Vicky vanavond. Oké, wacht. Talkshow. Toch alsof dat hoort. Of dat we daar echt iets mee moeten doen. Ja. Ja, oké. Okay, talkshow. Ze zouden achter de schermen misschien. Ja, iets met Busy of zo. Ik zit even net op de Instagram van Thomas te kijken. En hij is in New York, zo te zien. Hoe laat is het nu in New York? Oh, hij, 6 uur. Hij heeft mijn berichtje gelezen. Ik zie twee blauwe vinkjes. Hij reageert al. Dit gaat goed. Ja, hij reageert super snel. Eerst even small talk. Je weet nog small talk. Deze is een hasselaar, deze man. Maar wat een eng zeetje, zeg. Als we haar gaan verrassen, dan moet het natuurlijk wel groot zijn. Dus hoe leuk is het dan als we misschien dan naar Busy kunnen in de avond? Maar dan gaan we dan natuurlijk niet doen dat ze gewoon de klokje aan heeft. Dan gaan we eerst naar de stad. Ja. De haar helemaal kunnen. De haar laten doen, de make-up. De outfit. Dat ze echt fantastisch uitziet. Ja, en dan bellen we vanaf daar de limo. Want dan gaan we wel in stijl. En dan gaan we met de limo naar jouw show. Ja, okay. Laten we even taken verdelen. Puk, jij gaat de limo bellen. Jij en ik gaan even voor verrassing zorgen. Jij gaat de Busy contacten. Busy connecten. Ja. De rest kunnen we straks regelen. Ja, oké, let's go. Balloons. Balloons en confetti. This is gorgeous. It's beautiful. Am I beautiful now? Yeah. We gaan even alles regelen voor vanavond. Ja, misschien moeten we de taken een beetje gaan verdelen. Ja. Dat wij dan alvast in die rij gaan staan. Mocht die rij zo lang zijn dat je dan in ieder geval alvast iemand daar laat staan. Wanneer we bijna aan de beurt zijn, dat we dan Thomas Cox erbij hebben. Daar is hij, de one way! Je hebt nog een jetlag, zie ik. Lekker Thomas, thanks ouwe. Top, Thomas Cox. Eén ding is in ieder geval... Ching. Tim is dus nu met This is Holland aan het bellen. Een soort simulatie over Nederland vliegen met, ik weet niet exact wat het is, maar volgens mij is het heel heftig. Nou, dit is super, hè? Oké. Ik vind dat we tot nu toe een topplan hebben bedacht. Ja, jullie gaan zo meteen alvast naar Millie toe, gaan we haar ophalen. Vanuit daar gaan jullie met haar richting This is Holland. This is Holland, ja. Ja. En... Zij denkt ondertussen dat dat de verrassing is. Ze gaan met ons die virtual reality experience in. Ja. Maar... jij bent ondertussen kwijtgeraakt en onderweg naar Thomas Cox. We gaan wat verschillende dingen proberen. Hopelijk in de Adamtoren, ja, schommelen daarboven. Let's go. Let's go. Die kant. We gaan die kant. Ik ga draaien. Oh, wat vet dit. 3, 2, 1.